is onze laatste dag hier. Super jammer. En we hebben vandaag een hele leuke activiteit. We gaan namelijk naar de vliegje te trekken. Ik word aangevallen door een vlieg. We gaan namelijk naar de Nauyaka Waterfalls. Ja. We gaan lopen. We hadden ook met een paard gekund. Maar het is wel lekker. Even een wandelingetje. En dan gaan we daarna 4 uur rijden naar San Jose. En dan hebben we daar nog 1 nachtje, want morgenochtend vliegen we naar Panama. Dan is het zover. Dan is het zover. That's it. Op naar de watervallen. Op naar de watervallen. En kijk, gelijk een mooie brug. Leuk. Over de rivier waar we straks in gaan zwemmen. Krokos. Ja, hopelijk zijn die daar dan niet. We zijn er. Althans, we zijn er bijna. Hier op links zijn ze bezig met toeristenfaciliteiten. Heel romantisch dat reizen. Zo ongerept allemaal. Oh, er zijn er een paar. Het is 1 waterval. Beneden kan je zwemmen. En boven kan je het alleen zien. Oké. Okay. Dit is voor het uitzicht. Ja, helemaal goed. We gaan eerst even kijken en daarna gaan we zwemmen. Daarna gaan we dippen. De lens is een beetje vochtig. Ja, gek. Hoe komt dat? Anne. Kijk hem gaan, dames en heren. Van deze ervaring. Oh, het is echt super mooi. Ja, het is mooi hè? Het was wel een heel stuk lopen. Maar het is wel even lekker voor de benen. Ja, we zitten zo meteen heel lang in de auto. Dit is even lekker voordat we weggaan. Met zo'n uitzicht. Heel mooi. Hele comfortabele houding.
genietende van het uitzicht. De finish is in zicht. Nu was het weer. Ja. Was het een leuke wandeling? Ja, het was echt superleuk. We hebben een filmpje gezien van mensen die hadden er 2 uur over gedaan. We hebben het in 3 kwartier gedaan. Lekker doorgewandeld. We hebben lekker doorgewandeld. Nee, we zijn wel wat gewend natuurlijk, hè, na het modderlopen van Corcovado. Dus dit ging best wel prima. Het was echt een leuke wandeling. Mooie waterval. Dat was een topafsluiting van Costa Rica.